Hoewel de bewaakte binnengrenzen tussen Europese landen zijn weggehaald, werken landen op het gebied van defensie tot op de dag van vandaag nog onvoldoende samen. Te veel nog probeert iedere lidstaat zijn krijgsmacht vorm te geven als een Zwitsers zakmes. Alles moet erop zitten. Dat is niet alleen onbetaalbaar, maar vooral ook inefficiënt. Binnen Europa worden nu 29 verschillende type schepen, 16 verschillende type vliegtuigen en 19 verschillende type tanks gebruikt. Met gezamenlijke inkoop kan 25 tot 100 miljard per jaar bespaard worden. Op 11 december 2017 neemt de Europese Unie definitief besluit tot oprichting van PESCO. Een Engelse afkorting voor de afspraak tussen Europese landen om beter met elkaar samen te werken op het gebied van defensie. Een meerderheid in de Tweede Kamer is daarvoor. En daar zijn wij blij mee.